beurtelings een Vlaamse en een Nederlandse schrijver. Willem Frederik Hermans, Hugo Claus, Simon Vestdijk en Harry Moelis zijn een paar grote namen die hem voorgingen. Joop Schafthuizen, levensgezel van Gerard Reven. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Meneer Schafthuizen, wat vindt de volksschrijver van deze prijs? Ja, geweldig natuurlijk. Hè? Het is niet mis natuurlijk om zo'n prijs toegekend te krijgen. Ja, want hoe reageerde die toen hij het nieuws hoorde? Ja, een beetje sprakeloos. En je verwacht dat niet als het 23 graden is en je zit in met ontbloot bovenlijf en in korte broek buiten een glas witte wijn te drinken. Dat zijn toch wel, dat soort dingen denk je volgens mij hoor. Vooral in de winter, weet je wel, aan de open haardvuur, maar... Niet in de zomer. Niet op een stralende zomerdag. Dus ja, dat is een extraatje, hè, zoals ze dat noemen in deze jachtige tijden. Ja, heeft hij het er ooit over gehad, dat hij... Tuurlijk. Ja, toch wel. Nou ja, dat is, kijk, het is toch een heel bijzondere prijs, omdat het echt een koninklijke prijs is. Ik vind het ook zo chic dat het door de koning wordt uitgeloond, overgedragen, die check van met FL of Euro, huppe de pup. Want wat is het eigenlijk, de bedrag? Dat vind ik wel interessant ook om te weten. Nou, ik heb het hier op papier staan. Ik hoop dat het klopt. 16.000 euro, dus maal 2,20. Dus reken maar uit. 40.000 gulden. Nee, 32.000 en nog 35 wat. Zoiets. Maar ja, het zijn dagen dat ik het niet in mijn zak heb. Nee. Dus dat is altijd meegenomen natuurlijk. Zeg maar, het is voor meneer Reven, hoor. Het is wel voor meneer Reven. Ja, maar als u... deelt. Nee, hoor. Ik vind, als u partner, dan deel je het liever en leed met elkaar. Dus ik ga ervan uit dat ik ook de helft krijg. Ja. Dus, nee hoor, het is flauwkul. Maar het is heel geweldig en hij is heel erg vereerd dat hij die prijs toch heeft gekregen. Ja. Omdat de tijd vordert natuurlijk. En je krijgt hem om de 6 jaar wordt hij, dacht ik, uit. Nee, eens in de 3 jaar wordt hij toegekend. Ja, maar de ene is de een Vlaamse en Nederlander. Ja, zeker. Dus, ene keer een Vlaming, andere keer een Nederlander. Ja, dus het komt op neer tot toch eens in de 6 jaar. Ja. Is, dus ja... Over 6 jaar zijn we 6 jaar verder natuurlijk. Nee, maar het is geweldig. Het is, hij is dol en dol gelukkig mee. En hij zal in de komende maanden, dus zal hij het wel druk krijgen. Ja. Gewoon met allerlei zaakjes. Wat gaat hij vandaag doen? Want we kunnen hem nog niet aan de telefoon krijgen. Hè? Daarvoor is de dag nog te jong. Hij is een beetje onthutst. En er komen erg veel telefoontjes en zo. En hij is nu bij stem om aan de telefoon eventjes iets te zeggen. Of ik moet het nogmaals even aan hem vragen. Dan hoort hij het misschien. Hey, ik zal het even vragen. Gerard, wil jij misschien meneer ook nog even aan de telefoon? Hij maakt een uitzondering. Kijk, een vriendelijk mens. Dat niet meer stuk. Nu dan, heel veel succes met uw werk. Dank u wel, hoor. Even, dag meneer Schafthuizen. Dag. Ja. Dag meneer Reven, goedemorgen. Met Govert van Brakel van het Radio 1-journaal van de NOS. Goed zo. We hebben u even aan de lijn kunnen krijgen op deze feestelijke dag. Van harte gefeliciteerd met de mooie prijs die u bijna hebt gekregen. Hij komt eraan. Dank u zeer. Dat is toch wat. We hoorden net dat u helemaal stupé verder van was, hè? Ja. Nou kijk, ik heb niet zoveel ongeluk gehad, weet je wel. Ik heb wel eens meer een prijs gehad dan dit. Want dat het zo massaal was en dat het geloof ik van de halve wereld tegelijk is of zo. Dat is, ja. Want het zijn belangrijke landen toch, hè? Ja, moet ik dat cynisch opvatten of vindt u het echt? Het is heel echt. Ja. Ik heb nog nooit iets cynisch gezegd. Nee? Nee. Nou, altijd eerlijk, zo eerlijk mogelijk geweest. Ja, maar is dit nou de prijs der prijzen, de prijs der Nederlandse letter? Nou, het is iets heel hoogs hoor. Het is, Nobelprijs van Europa, ja. Dat wordt wel eens gezegd, ja. Nou, dan denk ik, er zijn toch altijd ook wel andere mensen die hem verdienen, maar dan is er maar één prijs, weet je wel. Die moet dan één persoon hebben. En dat wordt dan geregeld en dan wordt die aangeboden. Dan kan je toch niet zeggen dat het niet goed is. Nee.
Nee, het is een prachtige prijs. En u krijgt hem uit handen van... ik weet niet of het koning Albert gaat worden of koningin Beatrix. Een van die twee doet dat, hè? Het is om en om. Ja, ja. Dus u moet ook naar het paleis toe. Ja, ja, ik moet me ook helemaal scheren en net de kleren aandoen. En Nou, Joop, die helpt me erbij, weet je wel. Die stelt me gerust. Ja. Bent u daar wel altijd gespannen voor dat soort bijeenkomsten? Nou, kijk, ik heb altijd dat mijn moeder, die las me altijd als kind sprookjes voor. En, het is prachtig allemaal. Dit is een sprookje, een schrijversdroom die uitkomt? Helemaal, ja. Leidt het u erg af, al dat gedoe en die heisa eromheen, van het echte werk, het schrijverswerk? Ja. Maar u bent ook druk nu aan het schrijven, neem ik aan. Nog niet direct op deze dag misschien, maar u bent nog wel bezig aan een nieuw boek, begreep ik. Helemaal, ja, ja, ja. En hoe gaat dat heten? Ja, dat weet ik nog niet. Mijn nieuwe boek, hoe heet dat, Joop? Alleen op de wereld. Nee, Joop zegt alleen op de wereld, maar het is al geschreven. Ik toom hallo, hè, ja. Meneer Reven, ik wens u een mooie dag met weer een glaasje witte wijn in de hand in de zon. Zoals het gisteren was toen u hoorde dat u de prijs kreeg. De volksschrijver Gerard Reven is nu denk ik verdwenen. Hij geniet van de prijs die hij krijgt. De show en marsband Kunst en Genoegen uit Leiden is een van de 1500 deelnemers aan het wereld...